mag met trots zeggen, dames en heren, dat wij een Sims 4 aflevering of serie gaan doen op T-Scans. En ik heb er super veel zin in, dames en heren, want waar hebben wij zin in? We hebben zin in lekkere chicks. Dames en heren, SSS, dikke boobs, alles. Holy shit, yeah. Ik heb er super veel zin in en ik hoop dat jullie alvast een duimpje omhoog gaan doen voor deze Sims 4 serie. Mocht jij een pure Minecraft-kijker zijn en denk jij, nee, Sims 4 is echt niet mijn game, geef me de kans. En ik heb hier twee mensen gemaakt die hopelijk ooit een stelletje worden. Dus hier hebben wij Philip Schipper. Dat is een mannetje, zeg maar, van het stel. En hij heeft gewoon een beetje casual clothes die ik ook zou dragen. Dit is zijn alledaagse outfit. Dit is zijn formele outfit. Dus als hij bijvoorbeeld naar het werk gaat. Dit is zijn sportieve outfit. Dit is zijn nachtelijke outfit met super sexy schoenen. En dit is zijn feestelijke outfit. Hier hebben we dan Lieke van Dijk. Dit is haar algemene outfit. Dit is haar formele outfit voor als ze naar het werk gaat. Dit is haar sportieve outfit. Dit is haar outfit als ze naar bed gaat. Niet heel speciaal, want die outfit zie je toch normaal nooit. Dus eigenlijk kunnen we ook gewoon lekker dit doen. Dit is haar nachtelijke outfit. En dit is haar feestelijke outfit. Ook niet zo heel speciaal. Dames en heren, ik heb hartstikke veel zin in deze Sims hier. Ik hoop dat jullie er ook hartstikke veel zin in hebben. We gaan zo meteen gewoon beginnen met een mooi huisje te maken. Ik ga dit gezin alvast eventjes aanmaken. Dan gaan ze een mooie foto maken. Dit vind ik wel een mooie foto. Even kijken wat ze nog meer kunnen. Ja hoor. Mooie foto's. En hoe heten ze? Bij elkaar, ik weet niet. We noemen het gewoon Tease Games, whatever. Ik weet niet waar dat belangrijk voor is. En dan klik hem gewoon op opslaan en spelen. En dan gaat het gewoon beginnen, dames en heren. De Sims-serie op Tease Games. En ik heb er hartstikke veel zin in. Zoals sommigen van jullie weten, stream ik natuurlijk Sims ook heel vaak. En heel veel mensen vinden dat heel leuk. En ik vind het zelf ook heel leuk. Alleen veel mensen weten niet dat hier nog een tweede wereld is. Oasis Springs. En ik ga hier denk ik wonen. Ergens hier. Je kan hier al volledige huizen kopen. Daar ben ik niet zo zeer van. En ik heb het liefst een grote kavel. Want ik wil een speciaal huis doen. Wat wel redelijk wat ruimte nodig heeft. Ik wil een kruisvormig huis doen. Dat betekent dat het niet zo heel groot kan, maar dan hebben we wel een heel grote kavel nodig. Dus ik denk deze kost dus helaas wel 5000 euro nog wat. Maar dat maakt allemaal niet uit. We hebben het er allemaal voor over. Dames en heren, jongens en meisjes, daar zitten we dan bij onze bouwkavel. En hier gaan wij ons Sims huis opbouwen. En ik heb er hartstikke veel zin in. Ik had jullie er ook zin in hebben. Wij gaan gewoon beginnen met een muurtje. Met de muren bouwen we gewoon de basismuren voor de vorm van het huis. En dan wil ik zo een kruis hebben met in alle hoeken een veranda als het kan. Ik kan daar niet precies goed uitleggen hoe ik het wil. Alleen, ik heb wel iets in gedachten. En dan hebben we hier een voorgevel die precies in de midden staat van 8 blokjes breed. Ik wil symmetrie in mijn huis hebben. Ik kon natuurlijk ook gelijk een heel huis kopen. Alleen daar had ik niet zo heel veel zin in. Want een van de leukste dingen van de Sims vind ik zelf gewoon het huis bouwen. Er zijn een paar kamers die we sowieso willen voordat ons geld opraakt. Dat zijn een badkamer, een slaapkamer, een keuken. En heel misschien een woonkamer en een hal als we nog geld over hebben. Maar dat is waarschijnlijk nog niet het geval. Nou, zoals jullie zien begint het kruis zich al te vormen. Ik wil daar sowieso een hal hebben. Hier de keuken. Hier in de hal natuurlijk ook een trap naar boven. Hier een woonkamer en dan komt hier misschien een gameruimte. Dat had ik in ieder geval in gedachten. Dat lijkt me wel vet om daar gewoon een chillruimte te hebben. Jammer dat je YouTube niet als baan kan doen in de Sims. Dat lijkt me wel heel erg vet. Maar ja, helaas zit dat nog niet in deze versie van de Sims. Ik ga gelijk eventjes een deur kopen, een voordeur. Is wel zo handig. Even kijken. We willen gewoon een simpele voordeur. Zo, dit lijkt me wel een simpele voordeur. Even kijken of dat er een beetje uitziet en of die in het midden zit. Hij zit perfect in het midden. En dan willen we aan de voorkant ook nog een beetje ramen als het kan. Ik wil veel licht en openheid in mijn huis. Dus ik zit een beetje te kijken van wat voor grote glazen dingen we aan de voorkant kunnen doen. Ik heb deze in mijn huis. Bij de livestream heb ik die. Want ik hou van heel veel licht en moderniteit in mijn huis. Dus ik denk dat dit wel mooi staat. Dan bouwen we hier nog een muurtje voor de gang. En dan plaatsen we daar gelijk weer een deur. En dan hebben we de gang in principe gedaan. Ik denk dat ik in de hal gewoon een open doorgang maak naar het huis zelf. Want ja, ik wil gewoon een open en licht huis. Dus ik denk dat dat wel mooi is. Dus de gang in principe is er nu af. En dan wil ik hier een keuken gaan doen. En de keuken, die kan je natuurlijk ook gelijk helemaal kopen. Alleen, ik wil gewoon alle kamers zelf maken, want dat vind ik hartstikke leuk. Dus we gaan gewoon de keuken apart kopen. Oké, laten we maar gewoon eens beginnen met het aanrecht. Ik wil hier het belangrijkste deel van de keuken doen. Een aanrecht is dan heel belangrijk. Ik weet alleen nog niet welke kleur keuken ik wil. Bij de livestreams heb ik rood. En ik denk dat rood hier ook het mooiste is. Alleen blauw is ook wel mooi. Alleen ik denk dat rood springt er misschien een beetje uit. Dus ik denk dat we gewoon lekker voor rood gaan. En dan wil ik hier ooit nog een keukeneiland maken. Want dat is, zien jullie uiteindelijk nog allemaal. Maar ik heb een heel huis in ieder geval in gedachten. En alles moet wederom symmetrisch zijn. Dus in het midden wil ik een voor een huis. In dit geval is er geen midden. Dat is dan wel weer even jammer. Maar we kopen gewoon het goedkoopste voor een huis. Het liefst eventjes in het wit. Zo, nou hebben we in ieder geval
geval een aanrecht waar we onze dingen op kunnen koken. Dan wil ik hier eventjes een hoek hebben en daar gelijk in een koelkast. Ja, zonder koelkast kom je ook niet echt ver. Dus we doen van nu gewoon even een grijze koelkast. Maakt allemaal niet uit. Zo, bam. Nog even een prullenbakje erbij. Is altijd wel handig. Zo. En dan wil ik ook hier weer die grote ramen doen. Want ja, symmetrie is heel belangrijk. Laat ik dat gelijk aan alle kanten van het huis doen. Gewoon gelijk overal die, die grote ramen. Zo. Oh, kut. Ik heb die even verkeerd gezet. Dan pakken we onze sloophamer erbij. Bam. Zo. En dan gaan we hier ook eventjes gelijk zo'n raam doen. Even kijken. Bam. Bam. En dan ook hier in de keuken. Bam. Bam. Zo, dat zorgt in ieder geval voor heel veel licht en moderniteit, vind ik zelf, in ons huis. Dus wat vinden jullie ervan tot nu toe? Wat vinden jullie sowieso van het idee dat ik een vierkant huis doe? Want dat zie je totaal niet vaak in de sim. Maar ja, een keuken hebben in ieder geval. Komt later na nog een afzuigkam en allemaal dat soort voor nu nog onspeciale dingen. Een woonkamer is in principe nog niet nodig. En eigenlijk wil ik de slaapkamer op de bovenverdieping doen. Dus ik denk dat ik gelijk eventjes een bovenverdieping ga maken. Oh, er kwam iemand binnen. Maakt natuurlijk allemaal niet uit. We gaan gelijk een bovenverdieping doen. Is wel zo handig dat we dan een trap doen. En dan wil ik nog niet gelijk alle kamers in de bovenverdieping doen. Want we moeten zeker weten rekening houden met ons geld. Zodat we niet dadelijk geen slaapkamer of iets dergelijks hebben. Want dat is natuurlijk zeker niet handig. Dus laten we gewoon beginnen met een mooi trapje. Gewoon lekker weer ook hier de goedkoopste trap. En ik vind wit wel leuk. En dan duwen we die trap daar. En hebben we nu in ieder geval een trap naar boven. Zodat we in ieder geval naar boven kunnen. Zo, dan gaan we ook hier weer een muurtje trekken. Zo, nu is het in ieder geval niet zo'n heel gepuzzel. Hoeveel kosten muren? 480 per deel. Dus als het goed is, hebben we net genoeg. Alleen, ik betwijfel het zeer erg. Laten we die ene hoek daar nog eventjes van nu weglaten. Oh god, jongens. Nee, dit is te duur. Dit is sowieso te duur. Ik zit nou zeker weten eventjes te denken. Dan moet ik de badkamer tijdelijk gewoon in één ding met de slaapkamer doen. Anders komen we gewoon totaal niet uit met het geld. Oh, ik zit er allemaal weer overbodige dingen te doen. Dus dan moeten we gewoon even de slaapkamer en de badkamer in één kamer doen. Want anders gaat dat gewoon niet lukken. Ik weet niet precies hoe duur gewoon even een simpele douche is. Even kijken, wij willen een badkamer. Even kijken, wij willen een douche. Hoeveel kost een douche? Gewoon een witte douche neem ik aan. En dan, ja, dan pleuren we die hier gewoon eventjes tijdelijk in een hoek. Hier komt dan later na de badkamer. Maar dat doen we dan later na allemaal. Zolang we nu maar gewoon die basisbehoefte hebben. En dan wil ik eventjes nog geen tweepersoonsbed. Want ze zijn nog geen stel en dat werkt niet. Dat had ik bij de stream geprobeerd, maar dat werkt gewoon, dat werkt gewoon niet. En dan willen wij hier een paarse versie van. Is wel zo mooi. Dat is dat dan voor nu. Weet je wat, we gaan iets proberen. Ik ga dit bed ga ik hier naast zetten. Kijken of het dan wel werkt. Ik ben heel benieuwd. Ramen laten we voor nu dan eventjes achterwege. Ik vergat bijna de wc. Laten we ook eventjes gelijk een wc erin doen. Ook hier de goedkoopste. Zo, en dan hebben we in ieder geval een wc. Veel privacy is er nog niet voor de bovenste verdieping. Wel zo handig dat we eventjes wat lampjes aanbrengen. Ook hier gewoon weer lekker moderne lampjes. Zo, wel zo belangrijk dat we een beetje licht hebben in ons huis. Dus de bovenverdieping is voor nu denk ik wel eventjes klaar. Woonkamer hebben we nog niet zo nodig. Dus ik denk dat we de volgende aflevering gewoon gelijk gaan beginnen met, met werk zoeken voor onze Sims. Dat is dan in ieder geval wel zo handig. We hebben nu nog maar 99 euro over. Even goed nadenken of we niks vergeten zijn. We hebben een keuken, dus ze hebben eten. Ze kunnen slapen. En ze kunnen douchen. Dus in principe zitten we nu goed qua huis. En ik vind het nog helemaal niet zo lelijk. Ik had gehoopt dat het iets goedkoper zou zijn. Maar dat is helaas deze aflevering nog niet gebeurd. Dus voor nu moeten we doen met dit. Ik hoop dat jullie het huis mooi vinden. Laten we hier gewoon eventjes de eerste hormonen erin laten brengen. Even kijken. We zijn in dit geval de man. Dus dan gaan we gewoon even praten met haar. We gaan haar niet beledigen. Dat is een slecht begin. We gaan leren kennen. Laten we dat gewoon even doen. Wat we nog meer gelijk kunnen doen. Grappig verhaal vertellen. Even kijken. Creatieve ideeën delen. Roddelen. En als meisje zijnde wil ik hem ook wel wat vertellen. Dus dan gaan we ook hem roddelen. En leren kennen. Ik bedoel, ze hebben elkaar al leren kennen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Een impressie doen. Jammer dat er nu geen muziek is trouwens. Interesses bespreken. Ja, oké. Okay, laten we dat gewoon doen. Mensen, ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering van The Sims. Willen jullie naar meer Sims? Laat het dan zeker weten achter in de comments. En kijk, ze kennen elkaar al een beetje. Dus dat is mooi. Philip voelt zich prima. Mensen, ik zie jullie allemaal de volgende aflevering. In de nieuwe aflevering van The Sims gaan we waarschijnlijk gelijk werk zoeken. Zodat we ons huis gelijk mooi kunnen maken. En over veranda's gesproken. Gewoon in de hoeken zo veranda's doen. Dat ze mooi buiten kunnen zitten. En we willen natuurlijk nog een mooie achtertuin. En er komt gelijk een blonde chick langslopen. Hopelijk vinden jullie
jullie, ja, hopelijk het toekomstige stel mooi. En ja, dit, ik vind de Sims staan een beetje op Chinees lijken, maar dat maakt allemaal niet uit. Mensen, ik zie jullie de volgende keer in een nieuwe aflevering van de Sims. Doe nog eventjes een duimpje omhoog. Abonneer op Ties Games. Volg me op Twitter @TiesGames. En dan zie ik jullie de volgende keer in een nieuwe aflevering van de Sims. Ciao.